Kijk dan hoe snoezig. Oh my god. Zo lief. Heel erg leuk. Jongens. She's real. Go get it. Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Kijk hoe schattig G is. Hi G! Ik heb vandaag een dagvlog opgenomen. Tenminste, dat wilde ik doen. Ik heb alleen heel slecht gevlogd. Maar wel heel veel andere dingen gefilmd. Dus ik loods jullie er op deze manier een beetje doorheen. Dit is dus een leuke dagvlog. Omdat ik vandaag met 3 paarden, 1 pony, 2 paarden heb gesprongen. En dat hebben we allemaal gefilmd. En daarnaast zijn er ook nog wat andere dingen gebeurd die ik wel op film heb gezet. Dus, allereerst leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Toen ik de dag begon, heb ik eerst Boy gereden voor de laatste keer. Boy die gaat morgen naar huis. Omdat de eigenares lekker in de zomervakantie zelf met haar paard aan de slag wil. En Boy ging ook heel erg goed. Dus ze was gewoon heel erg blij met hoe het was gegaan. En die gaat dus morgen weg. Dus ik heb hem vandaag voor de laatste dressuur gereden. Helaas geen beelden daarvan op film, maar hij deed wel heel erg goed. En daarna heb ik hem gewassen. En dat staat wel op film. Dan kan hij gewoon lekker schoon naar zijn oude huisje terug. Daarna hebben we Callie gesprongen en Callie die hebben we wel op film gezet. Dus dat zal ik allemaal hier zo plaatsen. Callie deed heel erg goed. En je merkt wel met sommige dingen dat ze gewoon nog best wel jong is en erg onwennig natuurlijk. En ze pakt het allemaal heel erg goed aan, maar soms is ze een klein beetje nog de kluts kwijt. Omdat ze, dan is het even te veel voor haar en dan vindt ze het nog een beetje moeilijk. Maar ik ga gewoon alle beelden erin plaatsen met een voice-over en dan ga ik jullie uitgebreid uitleggen wat we allemaal hebben gedaan. Want het ging uiteindelijk echt super goed. Ze gaat echt heel erg goed haar best doen. En via de voice-overs kan ik jullie nog wat meer vertellen. Dus jullie gaan nu de beelden van Callie zien. Tijdens deze training met Callie wilde ik eigenlijk voor het eerst een beetje een parcoursje gaan springen. Omdat ik wel veel losse oefeningen met haar had gedaan de afgelopen tijd. Maar niet echt een parcoursje. Maar ik ben ook heel erg bezig nog met haar dingen aan te leren en de basis. Dus kijk, zoals hier zat ze in de verkeerde galop. Doe ik galop corrigeren. Kijk, en dan is ze hier nog een beetje zoekende. Maar ze zoekt wel echt heel erg goed de sprong op. Dat doet ze echt heel erg goed. En ik werk ook heel erg aan de controle. Dat ze mooi rustig blijft op de achterhand en gesloten. En ook echt dressuur rijden tussen de sprongen. En dat vindt ze soms nog best wel lastig. Maar kijk, dressuurmatig hebben we heel erg hard geoefend. En dat wordt allemaal al steeds normaler. Dus dat is wel echt een goede vooruitgang. En met springen deed ik eigenlijk gewoon wat random sprongetjes. Later ook wat lijntjes. Om haar alleen eens te laten zien. Kijk, en dit was wel een mooi stukje oefening. Dan wilde ze niet in de goede galop, omdat ze daar heel erg door mijn binnenbeen valt. En dan neem ik echt de tijd om dit te trainen. Want ik kan wel met haar hop van op naar hindernis, naar hindernis. Maar daar heeft zij niks aan, want ze is echt nog in die lerende fase. Kijk, en nu gaat ze pas mooi ontspannen op de volte. Kijk, zo wil ik ze het hele parcours uiteindelijk hebben. Maar dat zijn we nu aan het uitbreiden, dus hier pak ik het even extra mee. En dan als ze braaf is, dan ga ik weer verder. En dit doe ik eigenlijk overal. Dus ik controleer de galop, ik controleer de controle, ik probeer weer naar een geeflijkheid toe te rijden. En de hindernisjes staan niet super hoog, maar dat is met haar ook helemaal niet nodig. Want ze kan echt heel erg hoog springen en dat doet ze ook echt hartstikke braaf. Maar het gaat puur omdat ze in een parcours goed, braaf, rustig, gecontroleerd blijft. En dat deed ze eigenlijk heel erg goed. En ik was eigenlijk wel heel erg blij met haar deze training. Ze was wel een beetje onwennig in het begin, omdat er een paard bij kwam. Toen ging weer een paard weg. En dat vindt ze dan toch nog
een beetje gekkig als er dan eentje weggaat. Ze is heel braaf met andere paarden in de bak, maar ze vindt het dan toch wel gek als er in een keer eentje weggaat. En dan moet ik haar weer even mijn aandacht vragen. Maar als ze dan weer de focus heeft, dan doet ze het echt allemaal super goed. Ze kijkt nergens naar, springt super stoer. Dus ze zijn eigenlijk puur bezig met het dressuurmatige stukje tussen de hindernissen. En kijk, hier wachten ze alweer mooi op mij. Landen ze ook in een goede galop. Ja, doet ze eigenlijk allemaal wel echt heel erg goed en echt heel erg simpel. Dus daar ben ik wel echt super blij mee. En hier zo ben ik dus echt nog controleoefeningen aan het doen. Dus een enkele hindernis en dan wachten. En dan ga ik hier volgens mij het lijntje doen. En dan ga je zien dat dus die controleoefeningen goed hebben uitgepakt. Kijk, want hier ga ik zitten, vang ik op en kijk ik rustig naar de nieuwe sprong. Kijk, en dat is echt hoe het moet. En dan, als dit echt de basis wordt, dan kan ze ook heel makkelijk hoger. Want het vermogen heeft ze wel. Dat heb ik echt al gemerkt. Dan hier, kijk. Dan werd ze weer een beetje getig op de sprong. Dus dan rij ik een volte. Want we zijn toch aan het oefenen. Dus ik wil gewoon echt dressuurmatig voor elkaar hebben. Kijk, en hier zo, dan gaat ze mooi ontspannen. En dan rij ik nu door naar de oxer, zodat ik vanuit die ontspanning, kijk, een mooie afstand kan rijden. Heel erg goed. En dan weer rustig opvangen naar de volgende. Kijk, ook heel erg mooi gereden. En dit probeer ik haar wat meer aan te leren. Kijk, in draf gaat ze ook al super goed nageven. Dan wilde ik nog één keer die rode oxer daar doen. Dat had ik nog niet eerder gedaan. En ik had met mezelf afgesproken, nou, ik doe één keer die oxer en doet ze hem goed, dan doet ze hem goed. Dus ik galoppeer aan. Kijk, ik heb er mooi een balans in de volte. Buig om mijn binnenbeen. Kijk naar de oxer. Hop, heel erg braaf. En toen waren we klaar. Na Callie hebben we direct Lente gesprongen. En Lente die heeft ons allemaal echt goed verbaasd vandaag. Want die deed echt zo fantastisch goed. Die heeft thuis nog nooit zo goed gesprongen. Want normaal is het thuis echt best wel heel erg heet. En dan ja, kan ik er gewoon best wel moeilijk aan rijden. En dan ben ik op concours. Is een beetje onder de indruk. En dan loopt ze eigenlijk beter en fijner dan thuis. Maar nu deed ze het hartstikke goed. Eet je wel lekker? Lekkere knuffels wil zien. Maar ze deed het dus vandaag super goed. Ook omdat we denk ik voor het eerst direct wat hoger hadden gebouwd thuis. In plaats van ja, die kleine huppeltjes. Ja, dat is gewoon niks voor haar. Je moet haar gewoon geen 60 centimeter laten springen. Want dan denk ze, ja, dat ken ik al. Dat, zo is het gewoon het type paard niet. Je moet gewoon een beetje uitdaging hebben. En vandaag pakt ze het echt super goed aan. Dus ook hier alle beelden. Plus voice-over. Ga ik jullie uitgebreid vertellen wat we hebben gedaan. Maar ik ben in ieder geval echt heel erg blij met hoe ze het deed. Inkie die is vandaag de hele dag om te helpen. En Inkie die zei ook dat ze heel erg goed sprong. Dus dat is wel leuk. En daarna heb ik deze meid nog even gesprongen. Maar die heb ik niet heel intensief gesprongen. Omdat ze een beetje moe aanvoelde. Ik denk door de warmte. Het is echt bloedje heet vandaag ineens. Dus daar heb ik even wat kleine hulpjes meegedaan. Er staat ook niks van op film. Maar ze deed wel heel erg goed de beste. Was alleen niet in topvorm zoals ze van de week was. Oh, maar dat is niet erg. Dat kan gebeuren. Daarna heb ik Mazzie gereden van Inky. Die staat daar. En die is nu lekker aan het douchen. En intussen hebben de paardjes lekker buiten gestaan. Die gaan we nu eventjes binnenhalen zometeen. Het voer ligt helemaal al klaar. Het leer is gepoetst. Inky en ik hebben echt keihard gewerkt. Echt niet normaal. Hooitjes. En hier zo heb ik de brokjes klaarstaan. Leer is gepoetst. Molen is gedaan. Dat had ik net wel gevlogd. Dus hier nog een klein sneak peek over de molen. Ik ben helemaal overhit. Ik heb net de paarden gesprongen.
En nu ben ik de molen aan het doen. En zometeen moet ik alleen nog samen met Inkie haar paard doen. Dan ga ik waarschijnlijk eerst erop en dan gaat zij erop en dan geef ik haar les. En dan zijn we klaar voor vandaag. Dus valt het mee, het is alleen zo warm. Niet normaal. En ja, heel erg blij met hoe het vandaag ging. En dan zometeen in de auto moet ik nog wat jullie vertellen. Maar moet ik ook nog iets laten zien, dus dat doe ik in de auto. Maar we gaan zometeen de ponies binnenhalen en Lente. En dan zijn we klaar voor vandaag. Nou, het is ongeveer 6 uur en we gaan ze lekker binnenhalen. We gaan lekker buiten staan. Hi, liefie. Nou, ik krijg geen aandacht van Carl. Ze hebben in ieder geval lekker de hele middag buiten gestaan tot 6 uur dus. En we gaan nu lekker naar binnen. Inkie is weer onderweg naar huis en ik ben even de laatste dingen aan het opruimen. En ik loop helemaal de verkeerde kant op. En dan ga ik de beestjes voeren. En dan ga ik naar huis. Ik heb een to-do-list gemaakt vanmorgen voor een beetje overzicht. Ik merk dat ik de laatste tijd best wel een beetje chaotisch ben als ik een drukke dag heb. Dat was ook vandaag. Dan denk ik van ja, ik ga maar gewoon beginnen met werken. Want ik ben dan bang als ik eerst nog ga vloggen dat ik dan echt gestrest raak. Dan is het een drukke dag en zo. En dan, ja, gebeurt dat. Maar goed, ik hoop dat jullie het alsnog leuk vonden om te zien. Ik ga zo meteen nog wat leuks aan jullie vertellen in de auto. En dan, ja, zit de dag er bijna op. Morgen weer, nou, niet echt een hele drukke dag. Ik moet nog steeds de week vloggen en het is vandaag zaterdag. En normaal moet hij natuurlijk vandaag online komen, maar dat is me echt niet gelukt. Ik heb vandaag dus deze video opgenomen. Beetje halfie. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vind het gewoon heel erg leuk om de rijbeelden met jullie te delen. En ja, om er dan wat meer over te vertellen. En soms dan vlog ik dan een beetje slecht. Omdat ik, ja, gewoon ook druk bezig ben met andere dingen. Maar ik hoop dat jullie het alsnog leuk vinden om dat te zien. En ja, dan ga ik nu de beestjes voeren. En dan ga ik naar huis. Carly is trouwens ontwormd vorige week. Deze week. Nee, vorige week. Precies een week geleden, zaterdag. En ik heb wel het idee dat nu de spekjes eraan komen. Kijk al. Ja, schatje. Het is zo lief. Hou op met me. Maar kijk, zo zie je de ribbetjes helemaal niet meer. Ja, dat gaat ook echt wel snel dan. Als ze eenmaal ervan af zijn, kijk, dan gaat het echt wel goed vooruit. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Goed, hè, wijfie? Kijk, hier zie je dan nog wel een beetje de ribbetjes. Dat ze natuurlijk ook bol staat aan die kant. Maar ja, gaat de goede kant op, Carl. Blij mee. Heel erg blij mee. Ze doet het zo goed. Kijk, ze krijgen nu ook een beetje een nekje en de schoudertjes en de billetjes komen erop. Echt een leukie. Net dat ik dit vertel, bedenk me dat ik niet zo goed weet of ik het hele verhaal verteld heb ik al. Misschien in een vorige vlog. Maar in ieder geval die vlog daarvoor. Dus dat is voor jullie twee vlogs geleden. Vertelde ik dat ze een beetje aan de dunne kant blijft. En toen kreeg ik heel veel tips van jullie van misschien moet je ontwormen, misschien moet je mestonderzoek laten doen. En ik had toen ook al in die video gezegd, oh niet zo lelijk doen. Ik had toen ook al in die video gezegd dat ze wel ontwormd was voordat ik ze kocht. Dus ja, zeg maar 2 maanden geleden is ze ontwormd, 2,5 maanden geleden. Maar ja, ze blijft dus een beetje schraal. Dus uiteindelijk heb ik wel mestonderzoek laten doen, bleek ze dus inderdaad wel wormen te hebben. Dus altijd goed om je gevoel te volgen, want ik dacht wel van, het zou wel eens wormen kunnen zijn. Omdat ze zoveel at, was niet normaal hoeveel er in dat diertje ging. Maar ze bleef dus inderdaad wormen te hebben, dus ik heb een nieuw wormkuur gekregen. En nu is ze dus voor de 2e keer in best een korte tijd ontwormd. Dus ik ga het nu opnieuw goed in de gaten houden. Want ja, de vorige keer was ze ook ontwormd, dus niet genoeg aangeslagen. Dus ik ga nu ook even goed kijken wat het doet. Maar ik heb dus wel het idee dat ze echt al wat kilootjes aankomen. Dus het gaat wel de goede kant op. Maar dan zijn jullie weer een beetje op de hoogte. Verder geef ik haar gewoon hetzelfde te eten. Ze gaat lekker op de wei. Ze krijgt natuurlijk lekker veel hooi. En ik geef nog steeds maar 2 handjes brok per keer. Dus 3 keer per dag, 2 keer. 2, 3 keer per dag, 2 handjes. want ja, meer brok heeft ze gewoon echt niet nodig. Maar goed, dat is een beetje haar eetschema. Maar goed, dat wil ik er nog even bij zeggen. Want anders is het misschien een beetje vaag. Voor als jullie nog niet was opgevallen. Ik ben echt gek van Kali. Maar kijk ook hoe schattig ze een banaantje aanneemt. Kijk eens, Kal. Kijk eens. Het is echt zo'n scheetje. Wil je hem niet? Nou ja. Vind je hem te rijp? Hij is te rijp, denk ik. Dan ga ik hem met een snoepje aan je laten zien. Maar echt zo snoezig. Kijk, Lente die eet gewoon bijna mijn vingers eraf. Maar Kali doet het zo snoezig. Kijk, dat bedoel ik met mijn vingers mee. Ik ga het aan jullie laten zien met een snoepje. Ja? Kijk eens. Ik heb een snoepje voor je. Vind je dat wel lekker?
Kijk dan hoe snoezig. Oh my god. Zo lief. Echt een schatje. Echt een schatje ben jij. Oké, jongens. Ik zit in de auto voor mijn huis. En kijk. Ik heb daarachter een mega pakket. Heel groot. Ik ga het morgen uitpakken op mijn gemak. En wat ik eigenlijk wilde vertellen is dat ik iets van een week geleden. Of is toen, weet je nog? Een week geleden de stoute stoenen. Praten is zo moeilijk als je al een hele dag hebt gewerkt. Ik heb een week geleden de stoute schoenen aangetrokken. En een mail gestuurd naar een bedrijf. Waarvan ik denk dat we echt wel wat voor elkaar kunnen betekenen. Ik heb heel veel interesse in hun product. Oh jongens, ik kan echt niet meer praten. Ik ben zo moe. Ik heb heel veel interesse in hun product. En het past ook echt heel erg bij mij. Bij wat ik doe. Het heeft met G-Lime te maken. En het is best wel een prijzig product. Nou, ik ben natuurlijk beginnend ondernemer. En ik wil echt wel investeringen doen, zeg maar. Maar het is wel gewoon best wel prijzig. Wat het waarschijnlijk helemaal waard is. Maar ja, ik had zoiets van... Dit is gewoon een product dat echt bij me past. Dat past bij mijn content. Waar ik jullie ook echt meer over wil vertellen. Dus ik heb een mailtje gestuurd. Doe ik normaal nooit. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Mail gestuurd naar dit bedrijf van... Hey, yo, dit ben ik. En ik denk dat ik heel leuk content kan maken over jouw product. Wat heel erg past bij... bij mijn content, bij jullie, mijn kijkers. Maar ik denk ook dat het een product is wat heel goed bij mij past. Bij mijn paarden. En ik dacht, weet je, ik stuur gewoon een mail. Weet je, wie niet waagt, wie niet wint. En binnen een dag of binnen 2 dagen had ik een reactie dat hij een samenwerking aan wilde gaan. Dus dat is echt super vet. Dat ik echt gewoon stoute schoenen heb aangetrokken. En op eigen initiatief dit ben gestart. En ja, dat het dus ook is gelukt. Dus ik krijg best wel veel vragen van jullie van... Ja, hoe kom je aan sponsors en dit en dat? Ik moet heel eerlijk zeggen dat eigenlijk elke samenwerking... Elk bedrijf mij heeft benaderd. Maar ja, het blijkt dus dat als je een stoute schoenen aantrekt... En gewoon een goede mail en... Kijk, ik geloof echt wel dat ik wat te bieden heb. En dat is natuurlijk ook wel echt belangrijk. Ik heb het ook zo ingestoken in de mail van... Kijk, ik heb heel veel behoefte aan jouw product. Maar ik denk ook echt dat ik wat kan qua promotie echt wat voor jou kan betekenen. En ja, als dat natuurlijk klikt en als diegene daarvoor open staat. Kijk, sommige bedrijven die zijn helemaal niet van de influencer marketing. En dat kan natuurlijk ook. Maar ja, het lijkt gewoon helemaal leuk. Dus ze hebben me het product opgestuurd. Echt een mega doos, kijk. En nu ga ik het eerst 2 weken uitproberen. Daarom heb ik ook nog niet gezegd wat het product is. Want ik heb afgesproken met hem om het 2 weken uit te proberen. En als het dan echt bevalt, dan gaan we pas de samenwerking aan. Omdat ik natuurlijk alleen maar producten wil promoten waar ik achter sta. En plus, het is gewoon heel erg persoonlijk product. Wat heel erg veel toegevoegde waarde kan leveren aan G-Lime. Vooral in dit geval, maar ook de andere paarden hoor. Maar vooral G-Lime. Maar ja, als het dan niet werkt, wat voor... promotie moet ik er dan over maken. En het hoeft dan niet eens aan het product te liggen. Maar als het voor G niet doet wat ik hoop... dan kan ik ook de content niet maken die ik hem heb beloofd. Dus het is gewoon een hele fijne insteek op deze manier. Ik ga 2 weken uitproberen. Superleuk. Helemaal zin in. Ga ik morgen op mijn gemakje doen. En dan daarna ga ik dus samen met hem, met dit product... ga ik content maken voor zijn bedrijf. Ik weet eerlijk gezegd niet... ik heb natuurlijk 1 contactpersoon... maar ik weet eerlijk gezegd niet... of het meerdere contactpersonen zijn of zo. Maar ik noem hem een hem. Maar goed, dat is gewoon mijn contactpersoon. Misschien is het meerdere mensen. Maar goed, met dit bedrijf. Heel erg leuk. Jongens, als je iets wil, go get it. Dat is eigenlijk de boodschap. En dit wilde ik al een tijdje tegen jullie vertellen. Want dit is natuurlijk al een week gaande dat de producten ermee opgestuurd zouden worden en zo. Maar kijk, ze zijn er. Ik dacht, nou, mooie mijlpaal om even wat over te vertellen. En dan was dit de vlog. Ik ga nu uitstappen. Het is inmiddels 7:30. En ik ga lekker eten. En dan zie ik jullie heel graag bij een nieuwe vlog. Als je hem leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. En als je video-ideeën hebt, laat ze dan achter in de comments. Dan kan ik het meenemen. Want soms dan, ja, dan denk ik van, nou, wil ik een keer wat nieuws maken op mijn kanaal. En het is altijd handig om te weten wat jullie willen zien. Dus let me know. Doe een duimpje omhoog. En abonneer mijn kanaal als je alle video's wil zien. En je kan ook op een belletje klikken. Dan krijg je ook een melding als je echt geen video wil missen. Dus, heel graag bij een nieuwe video.